Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Vandaag een dag met veel wolken en geregeld buien. De kleur in de atmosfeer moest vaak komen van bloemen. Hoewel er ook wel opklaringen waren en de zon af en toe scheen. Dat zien we op de satellietfoto. Nederland in het algemeen onder vrij dik wolkendek. Met name in het zuiden van het land. Maar in de loop van de dag ook her en der wel wat gaten. Met wat zonneschijn. Ons weer komt vanuit een westelijke richting. En dat betekent dat dit een beetje onze aanvoer is. U ziet het al regelmatig wolkenvelden en uit die wolken valt ook van tijd tot tijd een enkele bui. Op de radar zien de buien er als volgt uit van vanmiddag. Daar zitten zwarte pitten bij en dat zijn echt euh, zware buien waarbij ook hagel en onweer voorkwam. Nou, in de loop van de middag en de avond worden die buien geleidelijk aan iets minder actief, maar helemaal verdwijnen zullen ze niet. Dat betekent voor vanavond dat er her en der wel wat opklaringen voorkomen, dat er verspreid over het land een enkele bui valt en daarbij hebben we temperaturen van een graad of 13. Vannacht daalt de temperatuur tot 8 graden in het oosten. Tot de graad of 11 in het westen en zuiden van het land. Hier en daar een bui, hier en daar wat opklaringen en een naar Noordwest draaiende wind. Die wind uit het noordwesten is morgen matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. Opnieuw hebben we af en toe wat zon, maar vaak wolkenvelden. En er vallen vooral in het binnenland een aantal buien. Die buien zijn echter wel veel minder actief dan vandaag. De kans op onweer en hagel is beduidend minder groot of zelfs verwaarloosbaar. Dan de dagen die volgen. De woensdag. Op veel plaatsen droogland inwaarts een enkele bui. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de donderdag. Beide dagen loopt de temperatuur langzaam verder op. Woensdag is het een graad of 20. Donderdag in het binnenland zelfs 22 graden. Graden. Vrijdag lijkt de temperatuur weer een klein stapje terug te doen en is de kans op buien ook wat groter. Dan de dagen die volgen, de kans op zomerweer. We zien hem geleidelijk aan stijgen, eigenlijk na het weekeinde. En dan hebben we het al over kansen van zo'n 60% midden volgende week op meer dan 25 graden en zelfs 25% kans op meer dan 30 graden. De onzekerheid in deze verwachting is echter erg groot en dat zien we als we naar de temperatuurgrafiek zelf gaan kijken. Want de spreiding. Het grijze gebied is enorm. De maxima volgende week, eind volgende week, liggen ergens tussen de 14 en 32 graden. Ja, en daarmee moet je eigenlijk zeggen dat het allemaal nog zeer onzeker is. Dat zomer weer kan, dat tropisch weer kan, maar dat het net zo goed kwakkelend en koel cool kan zijn. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.